Nou, ik voel me niet echt een ondernemer, maar wel ondernemend. Ik kom er vaak achter dat ik al een beslissing genomen heb voordat ik erover nadenk. Omdat ik het voel. Het onnozelen wat ik de eerste 5 jaar mee wegkwam, dat lukt mij niet meer. Dan moet je af en toe nee zeggen. En durven kiezen met wie je zaken doet. Je moet aan je meegroeien, je moet echt volwassen worden. Ja, dat vind ik lastig, want ik wil eigenlijk een of the guys zijn. Ik denk dat ik dat ook altijd wel wil blijven voelen. Ik denk dat ik 5 jaar geleden een gouden zet heb genomen om iemand bij te halen. Die strategisch mij veel geholpen heeft. Daar heeft deze mensen heel erg een groei mee doorgemaakt. Ja, om succes te behalen heb je echt focus nodig. De juiste mensen om je heen verzamelen. Hier staan we voor en hier gaan we 100% voor.